Ik heb aangekondigd dat ik vanavond zou spreken over de stroomdraad. En ik weet dat u benieuwd bent, wat wil hij nou over een stroomdraad zeggen? Nummer 1, ik ben geen elektricien, maar ik begrijp wel dat stroom, dat je daarmee uit moet kijken. En met de basiskennis die ik heb van een stroomdraad, wil ik u helpen vanavond om God te begrijpen. Ja, de stroomdraad. Ik zou zeggen, pak uw notitie-app of je aantekeningen, schrift of boekje en schrijf de dingen op. Ja, doe de winst mee. Nou, we zijn dankbaar dat we het woord van God hebben. Het heeft mij geïnspireerd dit. In één keer zag ik het, ik denk, wow. Nu, draad waardoor elektrische stroom gaat, dat is wat we een stroomdraad noemen. Ja, en elektriciëns gebruiken het. In alle huizen heb je stroomdraden. En we weten allemaal dat je ermee uit moet kijken. We weten allemaal dat je met stroom heel voorzichtig moet zijn. En als je met een stroomdraad bezig bent, moet je echt weten dat je op een veilige wijze ermee overweg gaat. Anders kan je problemen krijgen. Mensen hebben mij wel eens thuis geholpen om dingen aan te sluiten. Ervaren mensen. En dat ze in één keer zeiden, oh, ik ben geprikt. Ik ben geprikt, zeggen ze. En ervaren mensen. Geen mensen die gewoon iets proberen. Mensen die dag in dag uit met elektriciteit omgaan. En dan maken ze ergens toch, ja, zijn ze niet opmerkzaam en krijgen ze een lel. En het kan soms zelfs een mens doden, als je niet uitkijkt. Dus vanavond is het voor iedereen duidelijk dat je met een stroomdraad wat is aangesloten uit moet kijken. Dat is geen openbaring, dat weten we allemaal. Het is eigenlijk, schrijf het op, draad plus stroom. Een stroomdraad, daar praten we over draad plus stroom. Ja, draad plus stroom. Maar u begrijpt toch dat als die draad niet is aangesloten op het netwerk, dat je die draad kan aanraken. Ja, dit begrijpt iedereen. Ik heb thuis draad liggen, wat ze gebruiken als stroomdraad als het nodig is. En weet je, als ik in die ruimte loop, in mijn garage loop, en ik pak het, niks aan dan. Dat begrijp je toch? Ik bedoel, je kan het kopen. Je kan naar Karwei gaan en het kopen en ermee spelen. Je kan alles ermee doen. Maar op het moment dat het is aangesloten op het netwerk, is het een andere koek geworden. Hier zit een les voor ons in vanavond. Iedereen begrijpt dit. Ja toch? Ga naar Karwei, koop stroomdraad. Je kan alles doen, je kan eten, ermee spelen. Je kan het aanraken wat je hebben wil. Maar tegen de tijd dat een elektricien of jij zelf, als je kennis hebt, het hebt aangesloten, dan moet je heel goed nadenken wat je doet. Want je kan het niet zomaar meer aanraken. Dat kan je in grote problemen brengen. Mijn vraag vanavond is, wie heeft die wet gemaakt? Is iets om over na te denken. Wie heeft dit zo gemaakt? Dat is niet het werk van een elektricien, dat zijn wetten. Stroom is in het heelal. Stroom is iets wat in het leven is. Als het bliksemt en al die toestanden dondert, heeft ook met ontlading en stroom te maken. Dus wij kunnen gevoeglijk aannemen dat God die wet gemaakt heeft. Ja, mensen hebben het ontdekt. Mensen hebben dingen uitgevonden. Maar God heeft die wet gemaakt. En die wet zegt, met stroom moet je uitkijken. U weet toch ook dat als het bliksemt en je op een open veld bent, je ook moet uitkijken. Ja? En mannen, ik weet wel eens, ik ben wel eens aan de dood ontsnapt, dat het vlak naast mij insloeg. En dat ik denk, zo wat een klap zeg. Ja? Dus stroom is iets wat je in de gaten moet houden. En God wil ons een les leren. Want wie heeft die wet gemaakt? Dat heb jij niet gemaakt. Dat heb jij niet gemaakt, dat heb ik niet gemaakt. God heeft het gemaakt. En weet je, heel wat dingen in de natuurlijke wereld
vertellen ons geestelijke lessen. Heel wat dingen in de natuurlijke wereld zijn geestelijke lessen als je goed leert denken. Als je op de weg rijdt met je auto, is belangrijk dat je oplet. Geestelijk is dat precies hetzelfde. Als je niet oplet in je geestelijk leven, kan je heel wat problemen veroorzaken en krijgen. Nou, als je niet goed kijkt met je ogen in je auto terwijl je rijdt, kan je heel wat problemen krijgen. En zo, dat zijn, in het geestelijk is precies hetzelfde. Stroom dat is aangesloten dus, of stroom die is aangesloten, dat maakt dat die draad levensgevaarlijk wordt. En schrijf het op als je wil, dit is een wet die God gemaakt heeft. Dit moet je opschrijven, is een wet. Iedereen weet dat het waar is wat ik zeg. Is een wet die God gemaakt heeft. Niemand kan zeggen, ik heb stroom gemaakt. Je kan het opwekken, maar dan gebruik je ook wetten. Je kan het omzetten, je kan waterstof, al die dingen omzetten in stroom. Je kent die regels wel, maar het zijn wetten die je gebruikt. God heeft het zo gemaakt. Kan het zijn, en laat ik dit benadrukken wat ik u wil zeggen. Op het moment dat die draad is aangesloten, kun je rustig zeggen dat die draad stroom is. Want als je die draad aanraakt, zeg je niet, een draad heeft me aangeraakt. heb ik nog nooit iemand horen zeggen. De elektriciens die mij zijn komen helpen thuis, toen ze een prik kregen, zeiden ze niet, die draad is, ze zeiden stroom. Dus op het moment dat die draad is aangesloten, is die leuke draad stroom geworden. De power van stroom zit in die draad. Oh, ik hoop dat je hoort. Hij moet aangesloten zijn. Het woord aangesloten is erg belangrijk vanavond. Als hij aangesloten is, is het een wet dat hij gevaarlijk is. Elke elektrische, als de omstandigheden natuurlijk ook goed zijn, krachtbron is goed, al die toestanden. Elke elektricien zal je zeggen, dat is zo. Op het moment dat hij is aangesloten, is het een wet dat dat ding levensgevaarlijk is, dat er power in zit. Niet de ene keer wel en de andere keer niet. Er is geen ene elektricien die denkt, wel, ik kan het nu aanraken en morgen is het minder gevaarlijk. Elke dag zegt hij, kijk uit. Elk moment zegt hij, kijk uit. Elk minuut zegt hij, kijk uit. Elke seconde zegt hij, kijk uit. Want dat ding is potentieel, constant. Een krachtbron van het vertegenwoordigt stroom, power. U weet dat waar is toch? Constant. Omdat hij is aangesloten. Nou luister. De kracht van de Heilige Geest is in de gelovigen. Wauw, ik ga je wat laten zien vanavond. Wat ben ik blij dat de Heer me dit heeft laten zien. De kracht van de Heilige Geest zit in de gelovigen. Nou praten we niet over stroom. We praten over degene die stroom gemaakt heeft. We praten over de eeuwige kracht van God. Die zit in elke wederom geboren gelovige. Dezelfde kracht die Jezus uit de dood heeft opgewekt, zit in ons. Soms denk ik dat wij christenen God niet serieus nemen. God zegt die dingen en eigenlijk gaan we er niet op in. Maar de kracht die Jezus uit de dood heeft opgewekt. Mijn God, wat is dit krachten? De kracht die Jezus teruggebracht heeft uit de dood, nadat hij 3 dagen en 3 nachten dood was. Diezelfde kracht woont in jou en woont in mij als wederom geboren gelovigen. Kan het zijn dat als je goed aangesloten bent, je ook helemaal door die kracht beheerst wordt? En dat je lichaam ook onder invloed komt van die kracht. Waardoor ziekte een probleem krijgt. Oh, wacht even, nou wordt het gevaarlijk. Het werkt in het natuurlijke. Dan wordt het ook in het geestelijke te werken.
Want diezelfde God heeft het gemaakt. Nu, ik ga je stap voor stap laten zien dat dit waar is wat ik zeg. Kan het zijn dat als ik leer blijven in Christus, ik echt aangesloten ben op de Heilige Geest, dat de kracht van God constant permanent in mij aanwezig is, wat dingen afweert, wat mij helpt om moedig voorwaarts te gaan, krachtig voorwaarts te gaan. De Heilige Geest woont niet de ene dag in mij en de andere dag niet. Hij is niet van 3:00 PM tot 4:00 PM in mij en om 7:00 PM komt hij een keer weer kijken. Het is net die stroom, die draad die is aangesloten op de bron, constant power. Ik heb die wet niet gemaakt, God heeft die wet gemaakt. Hoeveel hier geloven, ook mensen die kijken, dat de Heilige Geest in je woont? Hoeveel geloven, hij is constant daar. Mag ik je dan zeggen dat er constant power daar is? En weet je, hij wil die power niet latent in je laten. Hij wil die power door je heen laten stromen. Dat is wat Jezus had. Dat is wat Paulus had. En wijken, hier is waar heel wat christenen het missen. Want als wij dit ding serieus zouden nemen, zouden we, hoe moet ik het zeggen, om gebed vragen is goed. Want de Bijbel zegt, bid voor elkaar. Maar ik geloof dat heel wat keren zou je niet eens gebed nodig hebben, als je zou begrijpen wat er in je zit. Oh. Mensen zouden gezond worden zonder dat iemand één hand op ze legt. Mensen zouden vrijkomen van boze geesten zonder dat iedereen loopt te bidden en te vasten voor je. Ik zeg niet dat bidden en vasten verkeerd is, maar dat zouden speciale dingen moeten zijn. Maar je zou constant wandelen in power. Trouwens, je moet altijd bidden. Elke christen hoort te bidden. Jezus bewoog constant in die power. Oké. Zorg dat je aangesloten bent op de Heilige Geest. Hoeveel weten dat ik gezegd heb, je hebt 3 cc's. En het zijn dingen, ik probeer het evangelie, ik probeer het op een prettige wijze bij je binnen te krijgen. Je hebt cc, dat is constant contact. En constant check. En dan creatie en communicatie. Dit zijn 3 dingen die zullen maken dat er een kracht in jou en in mij zit, wat de duivel niet kan weerstaan. Dit zal maken dat ziekte moet gaan. Wat God aangaat, hoort ziekte te gaan. Als ik naar de prediking van Jezus kijk, zie ik nergens enige twijfel dat ziekte kan blijven bestaan. Word niet boos als ik dit zeg. Ga maar het onderwijs van Jezus bestuderen. Hij zegt, jij zal zieken de hand opleggen en ze zullen gezond worden. Hij gaat ervan uit dat die power die in jou is, het doet. Hij gaat ervan uit dat jij zelf gezond bent. Hij gaat ervan uit dat boze geesten gaan als je met jou in contact komen. Hij gaat ervan uit dat je leeft boven de omstandigheden door die kracht, door die krachtbron binnenin jou. Dit is de leer van het Nieuwe Testament. We hebben het zondag gehoord dat Jezus zegt, wat ik doe, zal jij ook doen. Dat is die power. Man, we moeten wakker worden. Dit is de dag voor gelovigen om dit naar zich toe te trekken. Wat God aangaat, hebben jij en ik zoveel power, dat hij gaat er niet eens van uit dat jij ziek bent. Hij gaat er vanuit dat je gezond bent en dat je anderen kan helpen. Als ik geen christen zou zijn en ik zou de Bijbel lezen met mijn analytisch vermogen, zou ik die conclusie trekken. Ik zou zeggen, Jezus zegt hier, ga en genees de zieken. Wel, als hij zegt ga en genees de zieken, mocht jij zelf ziek zijn, betekent dat jij ook jezelf kan genezen. Nou wordt het lastig. Hier is waar heel wat vrees en angst binnenkomt, terwijl geloof daar moet opstaan. Ja, als hij mij stuurt om zieken te genezen, dan gaat hij ervan uit dat die power die binnenin me zit, het kan doen. Maar als die power binnenin mij een ander kan helpen, hoe makkelijk is het voor die power om mij te helpen? Want die power zit in mij. Lastige preken.
Maar het is wel een Bijbelse waarheid. God wil ons hoger op hebben. Stroomdraad en de Heilige Geest. Zorg dat je aangesloten bent. En als je wederom geboren bent, ben je aangesloten. Op het moment dat je hart aan Jezus geeft, ben je aangesloten. Maar nou moet je in hem blijven en leren de juiste dingen te doen. Net als met stroom. Die stroomdraad, het is nodig dat je eerst dat ding ontmantelt. Dat weet je toch? Als je het wil aansluiten, moet je eerst dat rubbertje eromheen, hè, of plastic eromheen, moet je eerst weghalen. Je moet dingen verbinden. Dus er is actie nodig. En eigenlijk, je moet die draad een beetje ontmantelen, om het zo te zeggen. Daar zit een les voor ons in. Wij moeten naakt van onszelf zijn en helemaal afhankelijk van God willen zijn. Ik hoop dat je hier naar luistert vanavond. Want je wil dat, je wil contact maken. Dus die plastic huls eromheen, en wat voor materiaal het ook mag zijn, dat haal je even weg om contact te maken. Het moet kaal zijn. Elke elektricien kan je vertellen dat dat belangrijk is. Nu, wij horen kaal te zijn. Wij moeten zo leven dat we helemaal alles van God verwachten. Ja. Is het duidelijk wat ik zeg vanavond? En niet dank God voor je talenten, dank God voor je capaciteiten, gebruik ze, maar geef de eer en de glorie aan God. Wees afhankelijk van de levende God. Veroordeel geen mensen. Jezus zegt, oordeel niet, opdat je niet veroordeeld wordt. Zorg dat die stroom door je heen kan stromen. Hou van mensen. Dit zijn belangrijke dingen. Hele belangrijke dingen. Jezus had dit in zijn leven. Hij hield van mensen. Hij veroordeelde mensen niet. Hij vergaf mensen. Hij zegt, je moet zelf 70 maal 7 keer vergeven. Dat was zijn houding. Dit zijn allemaal dingen, om het zo te zeggen, je zorg dat die draad geschikt is voor stroom. Of dat die stroom zijn werk kan doen. Nou, eigenlijk wil ik de stroomdraad vanavond vergelijken met de Heilige Geest en de gelovigen. Sta mee toe dat ik dit vanavond doe. De stroom is de Heilige Geest en jij bent de draad. En zorg dat je aangesloten bent. Nou, ik zal laten zien dat als dit werkt, volgens het woord van de levende God, als dit werkt, moet ziekte gaan. En jij en ik moeten geloven dat er een weg is om ziekte te overwinnen. Jezus heeft ziekte constant overwonnen. Paulus heeft ziekte constant overwonnen. Vanavond focus ik op ziekte, maar omdat het is een lastige tijd waarin we leven en heel wat mensen worden aangevallen met ziekte en toestanden. Paulus heeft ziekte overwonnen, Jezus heeft ziekte overwonnen, Petrus heeft ziekte overwonnen, Christus heeft zijn leven gegeven dat we gezond zouden zijn. Dus God is falikant tegen ziekte. God is vierkant tegen ziekte. God is helemaal voor gezondheid. En ik neem je mee naar Romeinen 8 vers 11. Schrijf op, want ik ga je nog een keer wat info geven die erg belangrijk is. Romeinen 8 vers 11 zegt, indien de geest met een hoofdletter van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont. Hier staan grote waarheden. Hier staat dat de Heilige Geest Jezus uit de dood heeft opgewekt. Hier staat dat hij in jou woont. Dus er zit gigantische kracht in elke gelovige. Vorige week hebben we het gehoord hier. Er zijn geen zwakke christenen. Er zijn christenen die niet weten wat ze hebben. Maar er zijn geen zwakke christenen. Hoe kan je zwak zijn met zo'n geest binnen in jou? Hoe kan je zwak zijn met zo'n God aan je zijde? Zorg ervoor dat je ontmanteld bent. Zorg ervoor dat je niet vol bent van jezelf, maar vol bent van God. Zorg ervoor dat je van mensen houdt. Zorg ervoor dat je kan vergeven. Zorg ervoor dat je eerst het koninkrijk van God zoekt. Oh, wat een mooie dingen allemaal zeg. Wat een mooie dingen. Let op. Indien de geest van hem, dat is God, die Jezus uit de dood heeft opgewekt, in u woont. Wat een waarheid hier. Dan staat er, dan zal hij. Dus dat wat er nu volgt,
is een logisch gevolg van het wonen van hem in jou. Het staat er toch? Hier. Wauw. En indien de Heilige Geest van God, die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Mensen, wat praten we over? Ik ben van de week op een kerkhof geweest. En ja, broeder Kenneth Robinson werd, zijn reiskleed is ter aarde gesteld. Daar zie ik zoveel graven daar. Je komt niet zomaar terug uit een graf. Dat is niet een dagelijks iets. En mocht je terugkomen, hoe kom je terug? Want alles is kapot. Vergeet niet dat als je dood bent, alles gaat kapot. Hè? Als je een uur daar ligt zonder zuurstof en alles. Man, ik ben echt dood. Nou, Jezus was 4 dagen dood. Biologisch gesproken moet alles kapot geweest zijn binnenin. Doktoren zeggen je al dat als je 5 minuten zonder zuurstof bent, 10 minuten zonder zuurstof, dat het desastreus voor je hersen is. Doktoren zeggen regelmatig, helaas moeten meer tegen mensen zeggen, ja, mocht die uit die coma komen, ja, moet je niet veel verwachten. Want de persoon is te lang zonder zuurstof geweest. Jezus is 3 dagen en 3 nachten is zijn lichaam daar geweest zonder zuurstof en hij komt terug. Niet als je op een kerkhof bent. Als wij op een kerkhof rondlopen, weten wij dood is dood. Iedereen die op een kerkhof rondloopt, weet, hé, hier liggen lijken. Hier liggen botten van mensen. Is over. Nou, Jezus was 3 dagen en 3 nachten dood, lag in het graf. En hij komt terug met een verheerlijk lichaam. Wauw, wat een power. Wat een power, wat een power, wat een power. En daarom zegt hij, indien de geest van hem, die Jezus uit de dood heeft opgewekt, in jou woont, dan zal hij, dat is God, let op, dan zal hij. Dit is een conclusie die God trekt. Dit is een conclusie die de Heilige Geest trekt. Dan zal ik. Dan zal, als ik daar woon en ik kan mijn gang gaan. En we zijn aangesloten op de juiste wijze. Dan zal God, die Christus Jezus uit de doden heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen levend maken. Hoe? Door zijn geest die in u woont. Wat een mooie, wat een waarheid hiervan. Christen, dit is jouw erfenis. Wat er ook in je lichaam is, het heeft geen recht om daar te blijven met zo'n power erin. Kan ik amen horen, mensen? Ik zeg het niet, God zegt het hier. Hij zegt, indien die geest in jou woont, die Jezus ook uit de dood heeft opgewekt. Jij bent nog niet dood, jij leeft. Jezus was dood. En hij heeft hem teruggebracht. Ja, dus het is veel makkelijker voor hem om iets met jouw lichaam te doen als met het lichaam van Jezus. Are you listening? Luister je vanavond? Want Jezus was 3 dagen en 3 nachten dood. Als het de Heilige Geest al moeite kost, is dat veel moeilijker als jouw lichaam en mijn lichaam wat nog leeft, te herstellen. Dus, en dan staat er hier, dan zal hij. Nou, dan zal hij, God, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook jouw sterfelijke lichamen levend maken. Hoe? Door zijn geest die in je woont. Als de draden goed bereid zijn, als daar goed contact is, als je leert vertrouwen, leert geloven, want dat zijn sleutels. Zonder geloof is onmogelijk God te behagen. Als jij vanavond zegt, dit geloof ik niet, gaat nooit voor je werken. Want zonder geloof is onmogelijk God te behagen. Maar vergeet niet dat dit niet mijn gedachte is. Ik zit gewoon de Bijbel uit te leggen. Ik ben blij dat God het me heeft laten zien. Dit drijft vrees uit. Hier is waar de Bijbel zegt, volmaakte liefde drijft de vrees uit. Heeft ook hiermee te maken. Zie je, als dingen op je afkomen, hoeveel hebben we wel eens in een nachtelijk uur dat soms rare gedachten tot je komen? Ja, als je eerlijk bent, moet alle handen omhoog gaan. Ik heb het ook. Dat ik soms in een nachtelijk uur, je bent misschien 3 uur wakker, 4 uur wakker, dat soms kunnen zulke gekke gedachten komen. Hoeveel weten dat als je niet goed met die gedachten overweg gaat, je uit bed rent. Of onder de dekens kruipt.
Want het zijn gedachten die komen. Het kan met je werk te maken hebben. Het kan met je financiën te maken hebben. Het kan met je gezin te maken hebben. Het kan met je lichaam te maken hebben. Het kan met de maatschappij te maken hebben. Man, jouw gedachten kunnen je hartstikke bang maken in bed. Terwijl er niks veranderd is. Ja, en als je bewust bent. Maar als je bewust bent van die power in jou. En op zo'n moment doe je een beroep daarop. Hoeveel hebben ervaren dat er rust komt? Ik weet het, ik heb het meegemaakt. Dat er gedachten komen en dat je denkt, wat is dit joh? Wat is dit? Ik was op Fiji en de voorganger was aan het preken en zegt, man, vannacht zat de vent mij te vertellen dat ik dood ga. En ik begrijp dat. Want je bent mens en de vijand probeert op een bepaalde wijze in een hoek te drijven. Hij zei maar, toen dacht ik, nee, dan ga ik juist leven. Zie je, hij ging een beroep doen op die power. Maar als hij dat niet doet, zit je te trillen en te bibberen in bed. Dus je moet leren om die krachtbron aan te boren. En dit is 1-op-1. Want er staat hier, indien hij in jou woont, dan zal hij je sterfelijk lichaam levend maken. Oké, schrijf op. Een sterfelijk lichaam is niet een dood lichaam. Toen ik vroeger dit vers las, dacht ik, oh ja, als ik dood ben, dan gaat de Heilige Geest mijn dode lichaam opwekken. Maar dat staat hier niet. Er staat niet, hij zal je dode lichaam opwekken. Er staat hier sterfelijk lichaam. Je hebt sterfelijk en onsterfelijk. Jezus heeft een onsterfelijk lichaam. Nadat hij de dood is teruggekomen. Wij hebben sterfelijke lichamen. Sterfelijk betekent aan de dood onderworpen. Vandaar dat er een tijd komt dat elke christen uit zijn lichaam gaat. En dan zeggen ze, je bent dood. Jij bent niet dood hoor. Jij leeft als ik weet niet wat. Maar je lichaam is dan dood. Want de gelovige ziet geen dood. De gelovige heeft eeuwig leven. Maar je hebt dus een sterfelijk lichaam. De Bijbel zegt, vlees en bloed kan het koninkrijk van God niet beërven. Vandaar dat straks als Jezus terugkomt, hij dat dode lichaam, dat lichaam wat zo lang dood is, gaat opwekken. En je krijgt een verheerlijk lichaam. Maar dat is niet wat hier staat. Dit is iets wat nu geldt voor jou. Straks bij de wederkomst zullen de graven opengaan. De zee zal haar doden teruggeven. En als Jezus terugkomt van de hemel, komt hij met de heilige terug. En het lichaam wat hier op aarde sterfelijk was, wordt onsterfelijk en verbindt zich met de geest van de persoon. Christenen liggen niet in het graf. Christenen zijn bij de Heer. Paulus zegt, als je sterft, neem je intrek bij de Heer. Maar dat is je geest en je ziel. Maar je lichaam gaat in het graf. Alleen als Jezus straks terugkomt, door een bovennatuurlijk wonder van diezelfde Heilige Geest, komen alle atomen weer bij elkaar. En die gaan omhoog en verbinden zich met je ziel en je geest. En heb je een verheerlijk lichaam, heb je een onsterfelijk lichaam. Maar op dit moment hebben we hier allemaal een sterfelijk lichaam. Dus hij praat over onze situatie nu. Is dit mooi of niet? Hij heeft het niet over, hij gaat dat dode lichaam opwekken. Dat zegt, staat hij niet. Het sterfelijke lichaam. Het dode lichaam komt ook een keer terug. Bovendien, de Heilige Geest woont niet in een dood lichaam. Als een gelovige gestorven is, gaat het lichaam in het graf. En daar is de Heilige Geest niet. Want die persoon is eruit. Die persoon is eruit. En de Heilige Geest zit echt niet in graven. Ik hoop dat je dit begrijpt. Je hoeft naar geen ene kerkhof te gaan denken dat de Heilige Geest daar in die lichamen zit. Dat is niet zo. Dat is niet de weg. De weg is, het lichaam gaat daar, het gaat tot ontbinding over. En als Jezus terugkomt, woem, dan wekt God het weer op. Dus schrijf het op, het sterfelijk lichaam is niet een dood lichaam. Een dood lichaam ligt in het graf. En dat kan je ook opschrijven. Het sterfelijk lichaam is het lichaam waarin ik nu woon. Ik breng je naar een climax toe hoor. Het sterfelijk lichaam is het lichaam waarin ik nu woon.
Ik heb nog geen onsterfelijk lichaam. Nu, wat is er nou nodig om die power van God te activeren in mij? Want hier staat dat als de geest van God in mij woont met al zijn potentie en ik hem de ruimte geef om in mij te wonen, dat hij mijn sterfelijk lichaam levend maakt. Dat is gezondheid. De geest van God wil jouw cellen en mijn cellen doorstromen. Dat is gezondheid. In charismatische kringen weten de meeste predikers dat dit inderdaad gaat over gezondheid. Nu, hier wordt niet gepraat van er zal veel gebeden worden. Hier staat, als hij in jou woont, zal hij je lichaam, je sterfelijk lichaam levend maken. Dus als je geloof leert activeren, activeer je gezondheid. Wauw! Wauw! Als je geloof leert activeren, activeer je gezondheid. En niemand hoeft je de hand op te leggen. Het ene moment heb je COVID-19, het andere moment ben je vrij. Want de geest die in je woont, maakt je sterfelijk lichaam levend. Het ene moment heb je kanker, het andere moment is het weg. Wij moeten dit ter harte gaan nemen, want het staat in het boek. Dit is je erfenis, kan ik aan mijn horen mensen. Je moet je erfenis niet laten liggen. Gebruik wat God je gegeven heeft. Ga hierover mediteren. Zie je, hoeveel hier hebben een voorstellingsvermogen? Ja? We hebben allemaal een voorstellingsvermogen. In het Engels zeg je imagination. Weet je wie je dat gegeven heeft? God. Waarom heeft God ons een voorstellingsvermogen gegeven? Omdat hij ons geschapen heeft naar zijn beeld. En God heeft ook een voorstellingsvermogen. Voordat God jou geschapen heeft, heeft hij in zijn geest gezien. Dat is een voorstellingsvermogen. Je stelt je iets voor. Je denkt toch niet dat toen God je geschapen heeft, hij daar zat en denkt, ik weet niet wat ik aan het doen ben. Nee, hij heeft jou gezien in zijn geest. Hij heeft een voorstellingsvermogen gehad. Is yatsir en yatsar in het Hebreeuws. Dat is je voorstellingsvermogen en iets tot aanzijn roepen. En dat is wat jij ook hebt. Je hebt ook een voorstellingsvermogen. Daarom zegt Jezus, al wat je bidt, geloof je hebt het ontvangen. Eigenlijk doet hij een beroep op je voorstellingsvermogen. Kan ik aan mijn horen? Hij zegt, al wat je bidt, geloof je hebt het ontvangen. Dat doet een beroep op mijn voorstellingsvermogen. Dus als christen moet je gaan leren kijken naar jezelf van, God woont in mij. Gezondheid is in mij. Er is nog heel veel meer in jou hoor, maar ik focus even vanavond op gezondheid. Want er is ook blijdschap in jou. Er is kracht in jou. Er is financiën in jou. Er is voorspoed in jou. Hallo, maar goed, de tijd is te kort om nu daarop in te gaan. Er is zoveel in jou, want God zit in jou. Ah, en zo, hij zegt ons hier dus, leer mediteren over deze dingen. Meditatie gaat ervoor zorgen dat die stroomdraad gevaarlijk is. Gebruik je voorstellingsvermogen. Kijk met geloofsogen, schrijf het op. Kijk met geloofsogen. Gebruik je voorstellingsvermogen. Erg belangrijk, erg belangrijk. Heel, heel erg belangrijk. Gebruik je voorstellingsvermogen. Kijk met je geloofsogen. Oké, dan neem ik je mee naar Spreuken 18 vers 21. Ik wil je laten zien hoe jij zelf een monster kan creëren wat tegen jou gaat vechten. Ja. Wist je dat je zelf een draak kan tot aanzijn kan roepen? Het staat in de Bijbel, Spreuken 18 vers 21. Ja, en eigenlijk, het woord draak vind ik niet mooi, maar de Bijbel gaat nog erger als dat de Bijbel zegt dood. Een draak is één ding, maar dood is erger. Nu, Spreuken 18 vers 21, daar lezen wij, Spreuken 18 vers 21, dood en leven zijn in de macht van de tong. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Laat ik even hier kijken hoor, want iets gaat hier niet goed. Ja. Ja, Spreuken 18 vers 21. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie aan haar toegeeft zal haar vrucht eten. Dat houdt in dat ik met mijn mond dingen kan creëren die tegen mij gaan vechten.
Want er staat, ik kan dood voortbrengen. En ik heb geprobeerd een woord te zoeken om bij je voorstellingsvermogen te komen. Als jij je mond niet goed gebruikt, blokkeer je de Heilige Geest en activeer je eigenlijk monstertjes. Ja, je kan, misschien vind je het woord monster niet leuk. En misschien vind je het woord draak niet leuk. Maar de Bijbel zegt hier de dood. Dood zit in je mond. Nou, dan is een monstertje een zwakke uitdrukking ervan. Maar een monstertje wil je wel doden. Dus als jij en ik zo naar onszelf gaan kijken van, hé, ik moet geen draakjes creëren die tegen mij gaan vechten. Want er staat, jij gaat van die vrucht eten. Dat staat hier toch? Hier. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie aan haar toe geeft, zal haar vrucht eten. Dus ik creëer iets wat tegen mij gaat vechten. Nu, de power van God zit in ons, maar wij moeten leren om te mediteren. En wij moeten leren om goed te praten, want mediteren is goed denken en goed praten. Ik heb het afgelopen zondag behandeld. Bijbelse meditatie is goed denken en goed praten. Denken aan Gods woord en praten in lijn met Gods woord. Als je dat niet doet, creëer je zelf problemen die je onderuit gaat halen. Het staat hier. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Dit is een draak en dit is leven. Als je tong niet goed gebruikt, inspireer je de dood. Je inspireert een monster. Als jij gekke dingen zegt, oh, ik denk ik ga sterven. Oh, en ik hou het niet meer. En oh, nog even en het is over. Die moet dat soort dingen niet zo gauw zeggen. Je kan beter zeggen, de Heer is met mij. De Heer geeft me kracht. De Heer geeft me power. Zeg niet van, ik ben maar een pechvogel. Waarom dat zeggen? Waarom? Omdat je een paar problemen hebt gehad. Alle mensen hebben problemen. Waarom maak je jezelf tot een pechvogel? Nee. Je bent een geestelijke vogel. Om het zo te zeggen, maak jezelf geen pechvogel. Ja, ik ben vrijdag de 13e geboren, so what? Weet je, als in een vliegtuig nummer 13 zal zijn, want dat is er niet in een vliegtuig. Tenminste, heel wat vliegtuigstoelen hebben geen 13, want ja, mensen willen niet altijd erop zitten. Ik zou 13 pakken. Ja, want 13 in de Bijbel is een mooi getal. Ja. Het Purimfeest in de dagen van Esther was op de 13e dat ze vrijkwamen. Maar heel wat mensen, ja, maar ik ben geboren vrijdag de 13e. Nou, dank God man dat je vrijdag de 13e bent geboren. Is een dag dat je vrij bent. Hè? En 13 is een geestelijk beladen getal in de Bijbel. Wat wil ik je vertellen? Zeg geen domme dingen. Ik zal niet lang leven. Oh, ik word maar 42. Weet je, mensen hebben die dingen gezegd en ze zijn nog gestorven op hun 42e levensjaar. Ja, ik zal nooit trouwen. Ik zal nooit kinderen krijgen. Doe het niet. Ik krijg nooit een baan. Ik ben toch niet mooi net als haar. Zij is mooi, hij is mooi. Ze pakken de knappen voor mij. Doe het niet, man. Jij bent niet afhankelijk van hoe mooi je bent. Jij bent afhankelijk van wat God zegt. Creëer geen monstertjes die je naar beneden gaan trekken. Ik ben bang dat heel wat christenen monstertjes creëren en die dingen gaan tegen je vechten, want je hebt ze zelf tot aan zijn geroepen. Daarom is die andere CC communicatie en creatie. Je kan dingen creëren. Woorden creëren dingen. Dat geldt voor gelovig en ongelovig. Ja, gelovig en ongelovig, je woorden creëren dingen. Woorden zorgen voor communicatie en woorden zorgen dat dingen tot aan zijn komen. Blijf maar negatief praten de hele tijd. Kijk wat naar je toe komt. Ja. Kijk naar mensen die God niet kennen, die super positief praten en hun best doen. En ze zorgen dat de omstandigheden goed zijn. Kijk hoe ver ze komen. Ja. Dus wat ik je vanavond wil zeggen is, wauw. Jij bent de draad, de Heilige Geest is de stroom. En zorg dat die stroom door jou heen gaat. Ik zit naar mensen hier te kijken vanavond. Er zit power in je. Mensen zitten naar me te luisteren. Er zit power in je. Er zit power in je. Gods power zit in je. Maar je moet daarover gaan mediteren. Je moet je voorstellingsvermogen gebruiken van, mocht ziekte naar me toe komen, ketst het af. Een man van God, ik weet niet welke het meer was, heeft gezegd, als ziekte naar me toe komt, ketst het af. Zie je dat? En sommigen zullen zeggen, wat arrogant. Nee, dat is Romeinen 8 vers 11, activeren. En de Heilige Geest heeft jouw geloof nodig. Tot slot noem ik dit, Efeze 3 vers 17 zegt,
Laat de Heilige Geest door geloof in je hart wonen. Is mooi, hè? Dit is een mooie boodschap vanavond. Efeze 3 vers 17 zegt, de geest van Christus, hier heb je het en daar eindig ik mee. Hè? Opdat de Heilige Geest door jouw geloof, hier staat het geloof, maar een andere vertaling zegt jouw geloof. Ik meen dat de Amplified het zegt. Opdat Christus, dat is de Heilige Geest, door jouw geloof, in jouw hart woning maakt. En woning maken betekent, hij voelt zich op zijn gemak bij jou. Woning maken betekent, hij heeft de leiding gekregen. Indien de geest van Christus in je woont, betekent, hij leidt jou. Hij heeft de regie van je leven. Dan zal hij jouw sterfelijk lichaam levend maken. Halleluja.